nodig om je scherp te maken. En dat heeft hij ook. We gaan terug. De kerstverse opa. 60. Raymond van Barneveld. Begonnen aan de derde set. 60. Ja, het vuurwerk is vroeg dit jaar. Terwijl bij ons de blokjes kaas en plakjes worst met Nederlandse vlaggetjes erop zijn binnengebracht. Gooit van Barneveld nog maar eens 180. 60. We zijn derde. Van Gerwen heeft er vier. Verheerbe heeft er 125. 156 voor Van Barneveld. Daar heeft hij wat tijd voor, maar ja. Nee, niks, maar ja, hij heeft de tijd. 100. Het is nu even aan Van Gerwen om terug te bijten. 140. Rangiroqua 56. Barneveld gaat naar tops voor zijn eerste voorsprong in de wedstrijd. 36. Zit er ver vandaan en dan geeft Van Gerwen die kans om terug te bijten. En 116 is echt een reële kans. Het is nu zeker naar 16 en naar tops toe Van Gerwen. 76. Dat is toch anderhalve centimeter. Dat ben je niet van hem gewend, maar ja, dat gebeurt ook wel eens. Ook Van Gerwen is maar een mens. Van Barneveld is dat ook. En die blijft cool en die komt op 1-0. Dat is de eerste voorsprong. 134. 60. Maar je bent er natuurlijk nog niet als je 2-1 voorkomt in sets, maar toch wel even een dingetje hoor. 140. Gaat om 4 gewonnen sets. Nog altijd in deze derde ronde ook. Ja, je ziet bij beide mannen geen paniek. Je ziet bij beide mannen geen vertwijfeling. Dus dit kan echt nog wel even duren. En prima zo. Kijk eens aan, Van Gerwen. Nu is het even weer zijn beurt om de spierballen te laten zien. De vijfde 180 voor de groene machine. Ja, mooi hè, zoals hij dan tussen die tweede en derde pijl gewoon even opzij kijkt ook gewoon. Even in 11 darts. 1-1. Third leg is Raymond to throw first. Game on. Dit is het betere pijlen smijten. Ja, als je nu thuis op de bank zit en je kijkt hiernaar en je denkt, nou, ik vind er eigenlijk niet zoveel aan. Dan zou ik zeggen, ga lekker naar bed toe, want dan ga je het nooit meer wat vinden hoor. 135. Ja, mooier en beter dan dit wordt het bijna nooit. Ze geven elkaar op dit moment geen duimbreed toe. 86. Zes darts om die 181 eraf te krijgen. Dat is een triple, denk ik. 85. Inderdaad. Van Gerwen met 180 kan hij nog een stuk dichterbij komen. Met 100 komt hij niet op een finish, dus heeft Van Barneveld wat tijd vanaf 96. Triple 20 en dubbel 8. Nee, hij gaat tops overlaten. 56. Kan Van Gerwen dat ook? Dan voert hij natuurlijk nog wel de druk een beetje op. En het finishpercentage van Van Barneveld is het enige waar hij zich enige zorgen over moet maken. Dat ligt op 30% ongeveer. Het gaat om een 2-1 voorsprong in sets. Het gaat nu eerst even om een 2-1 voorsprong in legs. Van Barneveld komt 2-1 voor. Dus Van Gerwen krijgt nog maar één kans om Van Barneveld te breken. Als hij tenminste deze leg houdt. Hij begint met 58. Van Barneveld die heeft die eerste pijl er echt lekker in zitten hoor. En het tempo waarmee Van Barneveld speelt in deze wedstrijd
is echt goed. We hebben er vaak kritiek op gehad. Maar nu kun je er niks van zeggen. Van Gerwen staat 107,5 te gooien. Gemiddeld. En moet alle zeilen bijzetten. Van Gerwen gaat hier wel het initiatief houden. Nummer 6. En het gemiddelde gaat nog een stukje omhoog. 10 keer 180 al gehad in deze wedstrijd. Natuurlijk komt Van Barneveld ook nog even op een finish. Van Gerwen op 138. 1 keer is raak, 2 keer is net eronder. 118. En dan per ongeluk dubbel 10 overgelaten. Van Barneveld. Mr. Triple 17. 137. Michael Yerguard 20. Voor 2-2. Ja. In één een klap. Het is 2-2. En zo gaan we voor het eerst in de wedstrijd naar een beslissende vijfde leg. Ja, het ging veel te makkelijk in deze wedstrijd tot nu toe met die drie eentjes. Er moet ook een beetje spanning op komen. 140. Wat een begin weer van Barneveld. Wat een begin weer van Gerwen. Tjonge, jonge zeg. 123. Ze kunnen bijna niet missen deze mannen op dit moment. Wat moet het gemiddelde wel niet zijn in deze set van die beide mannen? Dat is ongelooflijk. Nou. Nee, ik heb geen idee, maar dit gaat alleen maar omhoog. Dit moet in deze set rond de 115 zitten. Dat kan bijna niet anders. En 174 doen we er ook nog bij. Ja, ze kunnen allebei op dit moment niet missen. Maar Van Barneveld heeft in deze set echt het initiatief. Triple 16. Niet gegooid, maar hij gaat één pijl voor de dubbel krijgen. En dat is dubbel 16. En die gaat erin. Raymond van Barneveld pakt de derde set. Doordat hij zijn eigen legs had. En wanneer zie je Van Barneveld dit doen? Dit zie je hem alleen maar doen op een WK. Want dat is het toernooi dat telt. Hij haalt zijn eigen legs in die set. En hij haalt ook als eerste zijn eigen set. En nu moet Van Gerwen. Ja, dit is ook nog een beetje de adrenaline die bij Van Barneveld door het lichaam pompt. Kijk, hier, ja. 134. Ja, set 3. 113 dus voor Van Gerwen. 107 voor... Jeetje. Alle sets, beide mannen boven de 100 gemiddeld. 60. Ja. En zeg dan nog maar eens een keer dat Van Barneveld niet in de top 8 van de wereld thuis hoort. Hij staat er niet. Maar daar hoort hij natuurlijk wel voor aan thuis. Nee, want hij is de nummer 16 van de wereldranglijst. Ja. En misschien wil jij nog even uitleggen aan de mensen die nou dat niet weten hoe dat dan 55. Komt. Nou ja, goed, de wereldranglijst wordt samengesteld op prijsgeld. We kijken even naar Van Gerwen. Ja, zeker. Het zou zomaar kunnen, hè. Dit kan zomaar gebeuren. Nee. Wordt samengesteld 93. Op prijsgeld. Niet alleen dat verdiend wordt op de televisietoernooien, maar ook op toernooien die buiten de camera's plaatsvinden. En Van Barneveld kiest ervoor om zijn schema zo in te delen dat hij op televisietoernooien altijd meespeelt. Probeert mee te spelen en dan daartussendoor wat rust neemt. Dus hij mist veel van die vloertoernooien. Triple 19, dubbel 10. Mag ik dan nog even snel achteraan zeggen. En zo gaat het nu al de laatste 7 legs met de darts mee. Dat wil zeggen dat degene die de leg begint hem ook wint. Dat begon toen Van Barneveld de laatste leg van de tweede set won en 1-1 de sets maakte. 100. En dat geeft dus ook aan hoe sterk ze zijn, ook in hun eigen legs. Ja. 100. Want... Ja, maar, het is zo moeilijk breken als spelers 108 en 104 gemiddeld gooien. Dat is bijna niet te doen. De enige breaks die komen zijn dus die legs die in 12 darts uitgaan met een finish boven de 100. Dat is er nodig.
85. Hier komt Van Barneveld wel in de gevaren. Zone. Zone, ja. Nee, problemen en gevaren, dat gaat allemaal niet samen. 91. Geef jij maar aan, dan kop ik wel in. Ja, we gaan. 100. Nog eens een keer. 170. Die hoogst mogelijke uitgooi proberen. Eén keer rood. Twee keer rood. En nog een keer rood. Jazor! 170 nu ook. Op het konto. Dit WK. Van de man uit Geemonde. De vijfde speler die het voor elkaar krijgt. Dat is al het eerste record dat we in ieder geval te pakken hebben. En Chuck. Een break met een finish van boven de 100. Ja, dik ook. In de leg die de ander begonnen was. Ja, dat 100 is ook logisch, want anders is het geen break. En Van Gerwen kan dus nog accelereren nu. 134. Die gaat in gemiddelde, geloof ik bijna niet, nog steeds omhoog. Ja, die heeft op dit moment zo'n beetje dat gemiddelde van 100. Die tweede ronde partij tegen Darren Webster. He? Het op twee na hoogste gemiddelde ooit gegooid op een wereldkampioen. Ja. En het gaat nog steeds omhoog. Het gaat nog steeds omhoog. Dit is wel even een setje hoor. Die twee hier bedoel je? Ja, niks. Ja. Die vierde set. Het vierde setje. Daar komt hij. De kale sloopkogel. Triple 17. En geen de belasting. En nu mag Van Barneveld 170 proberen. Het zou ook wat zijn, hè? Het zou ook wat zijn, hè? Eén keer triple 20 is raak. Nee. Transpireert overigens wel hevig nu ineens Van Barneveld. Nou, er komt weer even een pauze aan. Game show in the fourth set. En wel nu, want Van Gerwen wint de vierde set. Zo hebben we alles gehad. Twee keer 3-1, 3-2 in de vorige set en nu een 3-0. En al met al staan we weer geheel gelijk.